Zeer goedemiddag allemaal. Mijn naam is Bart Nobels, ik werk bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Fijn dat jullie op dit middaguur meekomen luisteren naar onze volgende spreker. Zijn naam is Erik de Kievit en hij is programmamanager bij het CROW in Nederland. Hij heeft maar liefst 30 jaar ervaring binnen het thema verkeersveiligheid. En goed dat jullie erbij zijn, want hij komt vandaag een primeur voorstellen. Een dashboard voor decentrale overheden rond risicogestuurd verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid. Ik ben benieuwd, ik hoop jullie ook. Ik geef graag het woord aan Erik. Dankjewel Bart. Goedemiddag dames en heren in de zaal. En ik begrijp, er zijn ook mensen thuis die een livestream kunnen volgen. Fijn dat u heeft gekozen voor mijn sessie, want u had ook kunnen wandelen in Gent, u had kunnen fietsen. Of u had nu aan de lunch kunnen zitten, maar u heeft voor deze presentatie gekozen. Daarvoor dank. Het is vandaag 21 maart. Het is al gememoreerd. Het is de start van de lente. Het is het begin van het ontluiken van narcissen, krokussen. De bloembollen komen op. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar de bloemen die hier zijn gepresenteerd... bij deze boom vertegenwoordigen toch ook een ander verhaal. En dat is natuurlijk een heel triest verhaal. Dit is een, wat wij noemen een bermmonument. Hier zijn twee jongens om het leven gekomen. Weliswaar al meer dan 10 jaar geleden. Maar de familie herdenkt nog steeds iedere dag het moment waarop zij niet meer thuis kwamen. En... zij waren niet de enige in 2021. Samen met nog 580 anderen zou je een bermmonument kunnen opzetten. En dat is niet alleen heel verdrietig, maar ook eigenlijk onacceptabel. En dat is ook de reden waarom we in Nederland heel veel efforts stoppen in het voorkomen van deze ongevallen. Wat ik vanmiddag met u wil delen is een andere manier van werken. Niet alleen gebaseerd op de ongevallen en de ongevallenstatistieken, maar meer gebaseerd op het reduceren van risico's. Die risico's die definiëren we in Nederland aan de hand van 5-tal indicatoren, daar kom ik straks op terug. En die willen we uiteindelijk presenteren op een dashboard, een landelijke monitor. En het was al even gezegd, in Vlaanderen, u heeft de primeur. Want niemand in Nederland heeft het namelijk nog gezien. Ik weet niet, zijn er mensen uit Nederland? Ah, nou, niet doorvertellen nog. Oké, wat is het probleem? Nederland had een reputatie van goede prestaties ten aanzien van verkeersveiligheid. Wij zaten met Zweden en het Verenigd Koninkrijk lange tijd in de top 3. Maar we moeten eigenlijk constateren dat we te maken hebben met een waarheid die misschien wel heel slecht uitkomt. Maar we presteren lang zo goed niet meer. We zijn eigenlijk gezakt uit de top 10. België, zoals je op deze staat zou kunnen zien, presteert wat dat betreft eigenlijk nog veel beter over de afgelopen 10 jaar. En als we dat een beetje concreet maken, dan zien we ook dat voor 2020 we de doelstellingen bij lange na niet hebben gehaald. Maximaal 500 doden hebben we niet gehaald. Als je kijkt naar het aantal ernstige gewonden... ruim 21.000 hebben de doelstelling niet gehaald. Die lag op 20.000. Dus dat is zorgelijk. Na een lange tijd van daling gaan de ernstige gewonden zelfs omhoog. En ik heb me laten vertellen dat de cijfers van afgelopen jaar zeer verontrustend zijn. We gaan omhoog in plaats van naar beneden. Dat is dus een ongemakkelijke waarheid. Als je daar nog even de maatschappelijke kosten bij zet, dan hebben we het wel over 27 miljard euro aan verlies. En het belangrijkste deel van dat bedrag, wat recent
door het Kennisinstituut voor Mobiliteit is berekend, heeft te maken met immateriële schade. Dus de waarde die wij toekennen aan een mensenleven is enorm toegenomen. Als we dan even kijken naar die slachtoffercijfers, ik zei net, we hadden het over doelstelling van 20.000. Op basis van inventarisaties op het gebied van spoedeisende hulpbezoeken, dan merken we dat veel van die ongevallen niet in de officiële statistieken zitten. Je ziet hier dat we in 2021 110.000 verkeersongevallen op de spoedeisende hulp hadden. Nou, dat staat in geen verhouding tot die 20.000 in officiële statistieken. Dus van die ongevallen waren bovendien heel veel enkelzijdige of enkelvoudige fietsongevallen. Dat betekent dat er geen andere verkeersdeelnemer bij betrokken was. Die zitten niet in de officiële registratie. Dus er zijn eigenlijk twee bezwaren bij het gebruik van die ongevalsdata. Enerzijds, het ongeval heeft al plaatsgevonden. Dat is op zich al tragisch genoeg. Is derhalve reactief. En twee, we hebben dus te maken met een forse onderregistratie. Het moet dus anders, hebben we gezegd in Nederland. En dat heeft geleid in 2019, 2020 in een nieuw strategisch plan. Dat heet Veilig van deur tot deur. En dat is gebaseerd op een aantal pijlers. De overheden hebben met elkaar gezegd, we moeten het veel meer samen doen. We moeten het risico gestuurd doen. We moeten vooral koppeling en verbinding zoeken met andere beleidsterreinen. En het heeft permanente aandacht nodig. Dus dat betekent niet acteren op het moment dat er weer een ongeval heeft plaatsgevonden, maar structurele aandacht iedere dag opnieuw. En de planning die daarbij hoort, die loopt tot 2030. En er zijn twee elementen die van belang zijn. Ik heb even de kaart van Nederland erbij gezet, want ik weet niet of Vlaanderen, deze mooie provincie, of die op dezelfde manier georganiseerd is als in Nederland. We kennen de nationale overheid, het Rijk, we kennen provincies en we kennen gemeenten en daarnaast nog een paar twee vervoerregio's. Maar dat is wel even belangrijk om te beseffen hoe die overheden met elkaar samenwerken. Bij de start van het plan is ook gezegd, er moet een kennisnetwerk komen. Een kennisnetwerk wat die overheden gaat helpen bij die nieuwe manier van werken. Wij ondersteunen uiteindelijk die overheden bij de ambitie van nul verkeersslachtoffers in 2050. En dat doen we door kennis te delen, informatie te delen, tools aan te reiken, door factsheets op te stellen, door te helpen bij samenwerken, al dat soort instrumenten. Ik zou zeggen, als je onze website een keer bezoekt, dan vind je al die informatie terug. We werken vanuit vier pijlers. 1, zoals gezegd, risico gestuurd. Kom ik zo op terug. 2, data gedreven. Dus dat betekent als we werken vanuit bepaalde risico's, zoals snelheid, dan willen we daar ook data en informatie over hebben. Van wat is bijvoorbeeld het percentage overschrijders van die snelheid. We richten ons op effectieve maatregelen. In de cyclus van risicoanalyses naar uitvoeringsprogramma's proberen we ook te ondersteunen bij de keuze van de maatregelen die je uiteindelijk treft. Want het liefst moeten die wel effectief zijn. En we doen het met elkaar. Een van de pijlers van het strategisch plan. Wat is dan die risicogestuurde aanpak? Ik weet niet of dit helemaal leesbaar is, maar de risicoanalyse die wij voorstellen bestaat uit een aantal stappen. En deze stappen die brengen wij ook als stappenplan richting die overheden. Zeg van ja, als je niet weet waar je moet beginnen, kijk dan eerst eens bijvoorbeeld in je wegennet waar de hoogste intensiteiten zijn. Want daar waar hoge intensiteiten zijn, heb je ook het meeste kans op conflicten. En ga daar kijken
wat daar precies gebeurt. Welke conflicten daar optreden. Dat kan op kruispunten zijn, maar dat kan ook op wegvakken zijn. Vervolgens ga je daar data over verzamelen. En die dataverzameling, die kun je al dan niet zelf doen. Vaak hebben gemeenten, zeker de grotere, hebben eigen telinstrumentarium voor intensiteiten en snelheden. Maar je kunt het ook onderzoeken en daar opdrachten voor verstrekken. Nou, en uiteindelijk wil je natuurlijk keuzes maken over de risicogroepen, over je infrastructuur. En daar ga je uiteindelijk bestuurlijk ook commitment voor vragen. Want je kunt er zelf wel een heel mooi programma bedenken, maar bestuurlijk moet het wel gedragen worden. En idealiter, als je risicoanalyse hebt gedaan, doe je dat na verloop van tijd opnieuw. En vervolgens, daaraan verbonden hoort natuurlijk het uitvoeringsprogramma. En dat begint bij de identificatie van die risicogroepen en die risicoindicatoren. Het mooie daarvan is namelijk dat je daarmee doelstellingen kunt formuleren. Dus je hebt bijvoorbeeld een percentage overschrijders van de snelheid in je gemeente. En je kan zeggen, in 2030 willen wij ten aanzien van het percentage overschrijders een reductie van de helft. Of, nou, vul maar in. Wat daarbij belangrijk is, is dat je uiteindelijk ook in dat programma de actiehouders ook benoemt. Dus wie gaat wat doen, of dat nou een educatieprogramma is of andere maatregelen die je daarin opneemt. Dat je vastlegt wie wat betaalt, dus welke budget je daarvoor over hebt en wie het uitvoert binnen welke termijn. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat die cyclus eenmaal wordt afgerond met de evaluatie van je maatregelen. Hebben we nu de hoeveelheid risico's ook gereduceerd in de zin zoals we die hadden voorgesteld? Nou, dit is zeg maar een beetje wat wij aanbieden. Wat is nou het verschil met alleen ongevalsdata? Dit is echt proactief. Dat wil zeggen, je kijkt naar risico's, niet alleen naar ongevallen, die intrinsiek in het verkeerssysteem of in het gedrag aanwezig zijn. Maar die ongevallen, die gooi je niet weg, die bewaar je natuurlijk uiteindelijk voor de specifieke keuzes, voor die locaties waar echt ook de ongevallen de risico's ondersteunen. Nou, dit is een vrij theoretisch verhaal. Ik heb voor de gemeente Amsterdam risicoanalyses mogen maken op gedrag en infrastructuur. En ik wil ze toch met jullie delen. Het is al een tijdje geleden, maar dit is wel waar het om gaat. Wat je hier ziet is een dashboard van een groot aantal risicoindicatoren die allemaal zijn onderzocht binnen de gemeente Amsterdam. Nou, en wat je dan ziet ten aanzien van bijvoorbeeld de snelheid, een groot probleem vormden de bromscooters in Amsterdam. Als je dan ook ziet, wat de snorfiets heet in Nederland, die overtraden massaal de snelheid. Nou, een van de consequenties van die maatregelen, of van die constatering is dat Amsterdam uiteindelijk de snorfiets bijvoorbeeld naar de rijbaan heeft geplaatst. Wat ook interessant is, is bijvoorbeeld afleiding. Dat viel op zich nog mee, maar zelf voetgangers is er altijd nog 16% wat niet, geattendeerd is op het lopen, maar op een smartphone zitten kijken. Nou, je kunt met dit dashboard kun je dus vele kanten op. Je kunt er doelstellingen aan hangen, je kunt er maatregelen voor treffen. En natuurlijk, na 4 jaar ga je kijken hoe hebben we het met onze maatregelen gedaan. Dit is een voorbeeld voor de infrastructuur. Wat Amsterdam heeft gedaan is, ze hebben alle kenmerken voor de wegen van de gemeente in kaart gebracht. En daar hebben ze uiteindelijk risicoscores uit berekend. En op basis van zo'n score kun je dus van je hele wegennet vaststellen waar verhoogde risico's zijn. Nou, dus een manier van werken. Nou is het zo dat we in Europees verband, en Wouter zit hier, die weet dat allemaal precies, maar in Europees verband hebben we bepaalde afspraken gemaakt over welke risicoindicatoren we eigenlijk benoemen. En dat zijn er deze 5. Infra, snelheid, veilig verkeersdeelname, dus dat is gedrag, veilige voertuigen en hoogwaardige traumazorg. En de veilige infrastructuur, die hebben wij dan in Nederland ook nog verdeeld in 3
subcategorieën, wegvakken, fietspaden en kruispunten. Nou, om nou te laten zien hoe we omgaan met die risicogestuurde aanpak en risico-indicatoren heb ik een kort filmpje. Ik heb alleen geen geluid, geloof ik. Oh, ja. Dat is dus het verhaal achter de risico-indicatoren, in dit geval voor een veilig fietspad. Dus we hebben in feite 6 principes waar we uiteindelijk ook de data van willen verzamelen om iets te kunnen zeggen over het fietsnetwerk in Nederland. Nou, hier nog eventjes kort samenvattend wat die risico-indicator zo uniek maakt. Je hebt natuurlijk een directe relatie met verkeersveiligheid, het kan worden gemeten, je kan er maatregelen aan koppelen, je kan er doelen op formuleren. En je kunt kijken hoe die risico-indicator zich ontwikkelt. Nou, nu kom ik naar uiteindelijk de kern van het verhaal. Al deze informatie rondom die risico-indicatoren, die zouden we natuurlijk aan de overheden willen aanbieden. Dat iedereen een basisvoorziening heeft om risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's op te kunnen stellen. En dat heeft ertoe geleid dat we zijn gaan werken aan die landelijke monitor-risico-indicatoren. Maar voordat we daarmee aan de gang gingen, hebben we niet gezegd, we nemen de data als uitgangspunt voor het vullen van het dashboard. Nee, wij willen weten hoe die ambtenaar met verkeersveiligheid, hoe die in zijn werkproces gebruik maakt dan van die data en de beleidsinformatie. Dus we zijn eerst interviews gaan afnemen van, oké, wat heb jij nodig in je dagelijkse werk? En daar kwamen we tot een toch wel belangrijke constatering, want op basis van het strategisch plan waren er al provincies en gemeenten aan het pionieren, zal ik maar zeggen, aan het experimenteren met het verzamelen van de, informatie en data voor die risico's. Dus er was een groep koplopers, met name ook provincies en grote gemeenten, die al aan het leren waren hoe je dat zou kunnen doen. En er was een hele grote groep van achtervolgers, ik wil niet zeggen achterblijvers, maar achtervolgers, die niet de capaciteit en de middelen hebben om te investeren in zo'n nieuwe manier van werken. En waar blijkt dat nou uit? Uit de evaluaties die we hebben gedaan, bleek ook dat 25% überhaupt nog niet werkte conform een risicogestuurde aanpak. Dus dat was op zich zorgelijk, want we waren al een aantal jaar bezig. En die hadden een extra steuntje in de rug nodig. Het wordt steeds beter. We lopen wat achter in de planning als het gaat om de doelstelling voor 2030. Maar er is nog steeds veel behoefte aan kennisuitwisseling en ondersteuning. En dat heeft ertoe geleid dat in het landelijke actieplan uiteindelijk een actie is benoemd om dat landelijke dashboard te gaan maken. Voor iedereen toegankelijk. Uiteindelijk een basisvoorziening waar andere koplopers ook data uit kunnen halen om in hun eigen toepassingen te kunnen gebruiken.
Nou, ik heb een infographic om dat proces te beschrijven. Laten we stapsgewijs eens even kijken hoe we nou te werk gaan met het verzamelen van die data om tot uiteindelijk die beleidsinformatie te komen. Helemaal rechts staat natuurlijk ons einddoel, de outcome. Wat willen we met elkaar uiteindelijk bereiken? We willen minder verkeersslachtoffers en dat doen we door verkeersrisico's te reduceren. Dat is voortgekomen uit dat strategisch plan, waar we nu 5 risico-indicatoren voor hebben benoemd. Maar het benoemen van die risico-indicatoren, daar moet nog wel iets gebeuren. Want je kan wel zeggen, ja, snelheid is evident belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar wat is dan een veilige snelheid? Je kan niet zeggen, nou, als je maar onder de limiet blijft, dan is het veilig. Dat is namelijk niet zo. Als je er goed over nadenkt, dan speelt er veel meer mee. Want het kan best zijn dat die limiet op zich... laat ik het anders zeggen. Het kan best zijn dat, dat er veel overschrijdingen zijn, maar dat dat te maken heeft met het uiteindelijk ontwerp van die weg. Dus je kan wel 50 inrichten zoals het moet, maar als dat allemaal lange rechtsstanden zijn en het wegbeeld uiteindelijk uitnodigt om te hard te rijden, dan is dat geen veilige snelheid. Dus zo hebben we voor al die risico-indicatoren, ook voor de infrastructuur en voor veilig verkeersdeelname, hebben we definities opgesteld. Ze zijn allemaal te vinden op onze website. De vertaling van die definities uiteindelijk naar de data, dat is uitermate complex. En dat is heel erg lastig. Dat is de reden geweest dat een taskforce verkeersveiligheidsdata in het leven is geroepen. En die heeft als taak om op basis van de kenmerken die zijn vastgelegd in die definities de data te verzamelen. En ik zal je zeggen dat we zijn nu ruim 2 jaar verder. En we hebben nog niet de helft van alle essentiële kenmerken die we hebben kunnen verzamelen. En we zijn echt ernstig aan het overwegen hoe we dat proces kunnen versnellen. Want als we op deze manier zo doorgaan in de ontwikkeling, ja, dan zijn we nog heel veel jaren verder voordat we alle risico-indicatoren op een goede manier gevuld hebben. Desalniettemin, uiteindelijk willen we natuurlijk die beleidsambtenaar ondersteunen met een tool of met een instrument waarbij hij in zijn dagelijkse praktijk, hij of zij, in de dagelijkse praktijk zijn werk kan doen. Op een goede manier zijn werk kan doen. Als er vragen van burgers komen, dan wordt hij zo hard gereden. Nou, dan grijp je terug op je instrumentarium en zeg je van, kunnen we dat objectiveren? Is dat zo? Of als de wethouder vragen heeft over de veiligheid, dat hij onderbouwd kan vertellen van ja, maar ten aanzien van de risico's valt het hier reuze mee. En dat moet uiteindelijk leiden tot de landelijke monitor met risico-indicatoren voor heel Nederland. Q1, dat is het, die is bijna afgelopen. Dus dat staat op het punt van gebeuren. Achter al deze risico-indicatoren zit natuurlijk een heel dataverhaal. Ik ga daar verder niet helemaal in detail op in. Maar voor veilige snelheid bijvoorbeeld maken we gebruik van floating car data. Nou, dat op zich, het voordeel daarvan is dat we dat landelijk dekkend hebben. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan het gebruik van zo'n databron. Bijvoorbeeld, wat is de betrouwbaarheid op met name lagere snelheden, 30 kilometer bijvoorbeeld. Nou, het dashboard wordt langzaamaan steeds verder gevuld. Uiteindelijk zijn we nu zover dat we een product hebben, ik noem het versie 1.0, wat in ieder geval een aantal risico-indicatoren in zich heeft met een aantal essentiële kenmerken. Ik zeg er ook bij, het is een basisvoorziening. Er zijn ongetwijfeld in de markt partijen die met openbare data al heel veel kunnen doen en kunnen laten zien. Maar bedenk altijd, wat zie ik hier? Wat wordt hier gepresenteerd? En vooral, wat wordt hier niet gepresenteerd?
Dit is wat erin zit. We besteden heel veel aandacht aan duiding. Dat wil zeggen dat we hebben gemerkt dat van alle data die vaak wordt aangeboden, die ambtenaar of die medewerker, medewerkster die ermee aan de slag moet, eigenlijk geen idee heeft waar hij naar zit te kijken. Dus vertel erbij wat hij ziet, waar die data vandaan komt en wat je ermee kan. De tool zelf heeft een visualisatielaag, uiteraard, waar je op een kaart uiteindelijk kan inzoomen voor jouw beheersgebied. Ik kan me nog herinneren dat een van de eerste versies die we hadden, daar begonnen we met het presenteren van percentages en scores op de risico-indicatoren. Maar uit de evaluatie met de gebruikers bleek van ja, het is leuk deze percentages, maar wat kan ik ermee en wat moet ik ermee? Ik werk gebiedsgericht. Dus ik wil voor een wijk, voor mijn gemeente, voor mijn provincie, wil ik gewoon weten wat voor mijn wegennet bijvoorbeeld overschrijding van de snelheid is. Of wat de score voor de infrastructuur is. En dat is dus ook de reden geweest waarom we de kaart uiteindelijk als vertrekpunt hebben gekozen. Achter die data zit natuurlijk een hele intelligentielaag van rekenregels. We maken een score op basis van essentiële kenmerken, maar hoe komt die score dan tot stand? Wanneer heeft een score een kleurtje groen, wanneer oranje en wanneer rood? Dat moet je goed uitleggen. En natuurlijk, technisch gezien, heb je een hele datalaag op de achtergrond. Nu gaan we gezamenlijk een spannend moment beleven, want ik ga achter mijn laptop jullie nu deelgenoot maken van een website die zit nog in de ontwikkelomgeving. Dus we staan op het punt om naar de acceptatieomgeving te gaan. Er zijn nog vele verbeteringen voor 1 april die gemaakt moeten worden. Maar ik wil jullie toch niet onthouden. Ik moet even aan de techniek, denk ik, vragen of zij kunnen schakelen naar mijn scherm. Want jullie zien, denk ik, nog geen kaarten. Ja, zien jullie mijn scherm? Oh, ik heb hem niet op de monitor. Oké. Nou, als je de website opstart, dan krijg je eerst een algehele toelichting over waar je bent terechtgekomen. Wat is dit? Dit is een landelijke monitor voor risico-indicatoren. Wat kun je daar zien? We vertellen iets over het dashboard. En je kunt uiteindelijk ook iets achterlaten als je zegt van nou, ik heb vragen of opmerkingen. Dan kun je naar het informatiepunt kun je een berichtje sturen of mij bellen. Wat je hier aan de linkerkant ziet zijn de risico-indicatoren. Dus dat zijn de indicatoren zoals ik die net ook heb benoemd. Je ziet daarbij dat een aantal die zijn nog werken in uitvoering. Daar hebben we nog geen data van. Maar wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om niet te wachten totdat alle data die we wilden hebben uiteindelijk verzameld was. En dan het dashboard te lanceren, omdat we denken dat op basis van de data die we nu hebben ook toegevoegde waarde biedt. Nou, dan ga ik eventjes, ik zei al, we gaan uit van een beheersgebied, gebied, gemeente of provincie. Ik toets even in Soest. Ik weet niet of er in Vlaanderen ook een gemeente Soest is, maar daar woon ik. Wat je dan als eerste ziet, is voor de gemeente Soest een score van veilige wegen. En in de legenda die erbij zit, leggen we altijd uit hoe is die score tot stand gekomen. En welke data worden daar gebruikt. Op basis van dit overzicht kun je dus al indicaties krijgen over waar iets mogelijk aan de hand is. En de informatie die achter die score van veilige wegen zit, die zie je links. Dat heeft dan te maken met aanwezigheid van parkeervakken bijvoorbeeld. Of de aanwezigheid van bomen, of of er een gescheiden rijbaan is of niet.
Nou, een van de ontwikkelpunten is dat die essentiële kenmerken die we hebben gedefinieerd en de data die erachter zit, is gekoppeld aan een snelheidsregime. Het heeft namelijk geen zin om data over gescheiden rijbanen in 30 kilometer gebieden te presenteren. Dus aanvankelijk hadden we, het is een gescheiden rijbaan of niet. En bij de eerste proefversies kregen we op alle 30 kilometer gebieden, er is geen gescheiden rijbaan. Ja, dat is een beetje non-informatie, want er is een 30 kilometer ook niet voor bedoeld. Dat is voor het mengen van verkeer. Dus op die manier moet je altijd goed realiseren hoe je de datasets uiteindelijk tot waardevolle informatie brengt. Wat we kunnen doen is, dit is dan even voor veilige wegen, wat we kunnen doen, we kunnen ongevallen presenteren, die komen uit officiële statistieken. En die vertalen we dan in dit geval eventjes naar wegen, wegvakken, waar geen 0 tot 5 of meer dan 5 ongevallen hebben plaatsgevonden. Uiteraard weten we ten aanzien van die ongevallen veel meer, maar hier moeten we even oppassen dat we niet op het domein van de privacy terechtkomen. De voorwaarde voor de levering van die data heeft te maken dat die ongevalsdata niet herleidbaar mag zijn tot individuele gevallen. Maar we kunnen dit uitbouwen, want we weten heel veel over die ongevallen. Alleen we presenteren het hier eventjes als op geaggregeerd niveau. Nou, wat ik verder tenslotte nog wil laten zien, in ieder geval wat we doen, is we geven voor al die datasets een onderbouwing. Dus als het gaat over ongevallen, krijg je altijd over informatie over welke data zie ik hier, waar komt de data vandaan en hoe vaak is het geactualiseerd, van wanneer is het. Dat is één voor de onderbouwing. En wat we ook doen, is we geven een benchmark. Dit is een meest simpele benchmark ten opzichte van heel Nederland. Maar je kan voor je eigen gemeente kun je dus afspiegelen van wat het landelijk gemiddelde voor die risico-indicator precies is. Dan tenslotte wat we ook doen. Ik heb al gezegd, dit is een basisvoorziening voor gemeenten die met name weinig capaciteit en middelen hebben om op deze manier te werken. Wat we willen is dat de markt die ook al dit soort producten ontwikkelt, uiteindelijk de data ook kan inlezen, kan gebruiken in hun eigen dashboards. En dat geldt ook voor wegbeheerders. Dus als je aan deze data andere data binnen je provincie, binnen je gemeente wil koppelen, dan bieden wij een faciliteit zodat je die data altijd kan downloaden en andere applicaties kan toepassen. Dat is eventjes waar ik het voor wat betreft de presentatie bij wil laten. Misschien kan de techniek maar even terugzetten naar de PowerPoint. Dan heb ik nog een afsluitende dia. Dus we zijn nog lang niet klaar, versie 1.0. Maar we gaan het wel lanceren. En uiteindelijk willen we natuurlijk veel meer data gaan toevoegen. Kaartlagen gaan combineren. Zodat je dus bijvoorbeeld ook het bomenbestand kan koppelen aan 80 kilometer wegen. Benchmarken met buurgemeenten of vergelijkbare gemeenten. En het allermooiste zou natuurlijk zijn als we ook doelen en streefwaarden op die risico-indicatoren kunnen gaan toevoegen. Zodat we over de komende jaren kunnen laten zien hoe de ontwikkeling met de verkeersveiligheid is. De presentatie heet het de do's en don'ts ten aanzien van de ontwikkeling van het dashboard. Nou, het zal je niet verbazen dat wij zeggen begin bij de gebruikerswensen. Zet die centraal en niet de data. Vertaal dat naar heldere beleidsinformatie. Veel aandacht besteden aan duiding. En wij hanteren nu een groeimodel. Dus we denken dat we een prachtig groeidiamant hebben die in de komende maanden, jaren kan uitgroeien tot een indrukwekkend instrument. Ik weet niet hoe het in Vlaanderen is, maar wat enorm helpt bij de toepassing van het instrument zijn
En wat in Nederland investeringsimpulsen zijn. Het Rijk heeft 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor cofinanciering. En aan de toekenning van dat geld is de voorwaarde verbonden dat je een risicoanalyse moet hebben. Dat helpt natuurlijk enorm voor die gemeenten en die overheden om met dit soort risicogestuurde instrumenten aan de gang te gaan. Dus als je die koppeling kan maken, ook bij provincies die bijvoorbeeld subsidies verstrekken voor verkeersveiligheidsmaatregelen, koppel dat aan een risicoanalyse, dat helpt enorm. Uiteraard ondersteuning via expertteams en onszelf. Waarom zou ik dat niet noemen? Kan ook enorm helpen. En de vraag is dan vaak, ja, moeten we dan de ongevalscijfers maar helemaal vergeten? Want immers, die registreren lang niet alles. Dat is niet zo. Het is complementair, maar niet leidend. Nou, en goed, het managen verwachtingen, daar ben ik nu ook al nadrukkelijk mee bezig. Dan zijn er ook altijd dingen die je niet moet doen of waar je in ieder geval oog voor moet hebben. Wij hebben niet gewacht tot volledigheid. Dus we zeggen, dit is wat je krijgt, dit is wat je ermee kunt. In de toekomst kan het alleen nog maar beter worden. En een andere belangrijke is de politiek. We hebben hier dekens, wij hebben wethouders. De politiek is vaak nog een stapje verder achter als het gaat om besluitvorming voor verkeersveiligheid via deze manier. Het is lastig voor een wethouder om uit te leggen dat hij investeringen moet doen op een wegvak waar verhoogde risico's zijn, maar geen ongevallen. Probeer dat maar eens goed duidelijk te maken. En tenslotte, dit waren die twee jongens die nooit meer thuis zijn gekomen. Laten we met z'n allen proberen om deze situaties, dat die nooit meer voorkomen en we geen bermmonumenten meer hoeven in te richten. We kunnen beter thuis bloemetje neerzetten. Dank voor uw aandacht. Erik, ik denk dat ik namens de zaal spreek. Hartelijk dank voor de heldere presentatie en vooral voor die primeur. Ja, we voelen ons heel vereerd. Ja. Heel vereerd. We hebben nog een tiental minuutjes voor een aantal vragen, mochten die er zijn uit de zaal. Is er iemand met een vraag? Dan kom ik even met de microfoon tot bij u. Ladies first. Ik ben Marie-Charlotte Gosselen. Ik werk bij de Stad Gent, dienst openbare ruimte en alles van de wegenwerken die wij doen. De signalisatievergunningen daaromtrent. Ik had een vraag, hoe komt het dat niet alle ongevallen in kaart kunnen gebracht worden, dat de cijfers niet kloppen? Dat heeft te maken met de betrokkenheid van de politie bij het ongeval. De officiële cijfers in Nederland die worden geregistreerd op basis van de politieregistratie. Maar juist ten aanzien van fietsongevallen weten we dat de politie vaak niet ter plekke komt. En zeker bij enkelvoudige ongevallen, hè, waarbij iemand, zeker met de speedpedelecs en met de elektrische fietsen, en de verhoogde betrokkenheid van ouderen bij het gebruik daarvan, daar weten we gewoon dat fiets is een balansvoertuig en die mensen vallen om. Maar daar komt nooit een politie bij op de plaats van het ongeval. Dus die mensen gaan wel dan naar de spoedeisende hulp. En vanuit die vergelijking weten we dat er dus een enorme onderregistratie is. Kunnen die cijfers dan niet opgeteld worden of erbij genomen? Ja, dat doen we wel. Gedaan, ja. Maar dan is het nog altijd niet representatief. Niet altijd. Ja, maar dan komt er een ander aspect aan de orde. We hebben officiële overheidsdata, zeg maar, die ook gebruikt worden voor publicatie naar buiten. Die worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek ook gevalideerd. Die officiële cijfers voor de doden en de fatale ongevallen zijn redelijk betrouwbaar. Wat wij met dit dashboard dus niet willen, is data aanwenden die niet gebaseerd is op die officiële overheidscijfers.
En waarom doen we dat niet? Omdat er allerlei kritische vragen komen in de media en als er grote verschillen zijn tussen de officiële overheidsdata en de data die ook vanuit bijvoorbeeld een STAR-project in Nederland, een samenwerksverband met verzekeraars, politie en VIA, worden vergeleken. Dus dat is de reden waarom we bron gebruiken als basis. Registratie. Ik zag nog een vraag daar in het midden. Goedendag, ik ben Wouter van den Berg, we hebben elkaar ontmoet. Ja, ik had eigenlijk een vraag over wat je gaat doen als je over gedragsindicatoren hebt. Je kan nu met de indicatoren rond snelheid en rond veiligheid van de wegen tot op straatniveau gaan, sublokaal, lokaal, provinciaal, alle niveaus. Maar rond gedrag is dat niet mogelijk. Je kan moeilijk... Nee. Elke straat meten hoeveel percentage mensen onder invloed rijdt. Hoe gaan jullie dat aanpakken voor gedragsindicatoren? Ja, daar hebben we een heel plan van aanpak voor. Dus de risico-indicator voor verkeersdeelname, heet die bij ons. Die is uitgewerkt in een heel plan van aanpak van hoe we de informatie en de data gaan verzamelen voor een aantal sub-indicatoren. Dat gaat dan om rijden onder invloed. Dat gaat om fietshelmgebruik, dat gaat om gordeldrag, dat gaat om afleiding in het verkeer. De belangrijkste zijn dat zo'n beetje. Daar hebben we een heel plan van aanpak gemaakt, maar u heeft gelijk als u zegt van hoe kun je dat überhaupt landelijk monitoren? Dat kan niet, hebben we vastgesteld. Dus je kunt onmogelijk bijvoorbeeld een alcoholmeetnet voor het hele land opzetten. Dat is te kostbaar en ja, daar krijg je ook de handen niet voor op elkaar. Dus we hebben nu een plan van aanpak opgesteld waarin we wel een representatief beeld gaan onderzoeken voor die indicatoren voor het land. Maar niet heel specifiek voor bijvoorbeeld zo'n gemeente als Soest. Maar je kunt daaruit wel afleiden hoe algemene beeld ten aanzien van die subindicatoren, hoe die zich ontwikkelt. En dat gaat met interviews, vragenlijsten en veldonderzoek. Ja. Ik kijk naar de klok. Nog één laatste vraag hier. Goedemiddag, Isabel Verwee, Vias Instituut. Hoe real-time is dit dashboard? Real-time? Nou, dus wat ik nu heb laten zien, dat is real-time. Maar je bedoelt natuurlijk wat betreft de data, ja, of niet? De flux van de verschillende indicatoren. Data ja, dat klopt. De verschillende indicatoren. Ja. Nou, het is zo dat... ten aanzien van de officiële ongevalstatistieken lopen we achter... Dat blijft ook zo, dat gaat niet veranderen. Er zijn wel initiatieven om dat ieder kwartaal dan te laten updaten, maar dat heeft onder andere met validatie te maken. Ten aanzien van alle informatie over snelheid, over wegkenmerken, kent een updatefrequentie van ongeveer een jaar. En voor snelheid per kwartaal. Dus percentage overschrijders is redelijk actueel. En voor de andere kenmerken rondom infrastructuur, die verandert ook niet zo snel als de andere indicatoren. En daar streven we ernaar dat we in ieder geval ieder jaar een update hebben. En dat vertellen we ook, hè, van wanneer het databestand voor het laatst is geactualiseerd. Erik, nogmaals dank. Mensen in het publiek, ook allemaal bedankt dat jullie komen luisteren zijn en smakelijk zo dadelijk. En nog veel plezier met het namiddagprogramma van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Dank u wel.